Hallo iedereen, welkom weer bij de webinar nummer 3. We hadden al de schildklier behandeld en de vorige keer ook de pijnappelklier. En we gaan het vandaag hebben over de menstruatiecyclus. Dat is best wel een groot onderwerp, veel besproken onderwerp. Het wordt misschien ook weer wat technisch. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in Jip en Janneke taal. En dus even kijken hoe jullie ervaring daar ook bij is. De meeste klachten die komen naast de schildklier ook wel hier wel vandaan. De premenstruale krachten die veel wel herkennen. Pijnlijke borsten, hoofdpijn. Sommige dames die ook echt wel zin hebben in suikers tijdens en ook voor hun menstruatie. En ik probeer nu uit te leggen van hoe dat nou precies komt. Ik ga ook weer even mijn scherm delen. Even kijken. Zo. En dan gaan we naar de dia-presentatie. Nou, webinar 3. En we gaan het hebben weer over de menstruatiecyclus en dus ook de hypothalamus, waar alles aangestuurd wordt als er een disbalans of een homeostaseverstoring is in het lichaam. Als de hypothalamus dat doorkrijgt, dat er progesteron of oestrogeen nodig is om aan te maken, dan krijgt de eerste inderdaad een seintje vanuit het feedbacksysteem van de hormonale klachten. En dan stuurt hij het releasing hormoon GnRH. Stuurt die door naar de hypofyse. Er moet iets gedaan worden, dus dat doen ze GnRH, releasing hormoon. En de hypofyse gaat daar dan mee aan de slag. Zo zie je dat in de hypofyse geen oestrogeen en progesteron wordt aangemaakt, maar LH en FSH. En pas eigenlijk in de geslachtsklieren wordt dan progesteron en oestrogeen aangemaakt. LH is luteïnerend hormoon en FSH is follikel stimuleert. Hormoon. Luteïnerend is het begin, waar je begint met je menstruatiecyclus. En de follikel is als de follikel, de graafse follikel wordt het ook al genoemd, rijp is voor eisprong, dan wordt FSH aangemaakt. Dus LH is voor het begin. Die wordt aangemaakt als jouw menstruatiecyclus op dag 1 begint. En daarna, bij dag 14, wordt dan FSH aangegeven. Dat wordt ook in het hormonale stelsel straks duidelijk met een plaatje. Dus dan weet je dus dat die wordt aangemaakt. En met name in de voorkwap zie je hem staan. Juist in de achterkwap, oxytocine, het knuffelhormoon of het hormoon wat je aanzet tot een bevalling. Dat zit in de achterkwap. Beide... dus het hormonale stelsel, schildklier, maar ook het voor je geslachtshormonen werken. Wanneer je zit in een rustige systeem. Als jij heel erg gestrest bent, is het heel erg lastig om deze systemen optimaal te laten werken. Dan wordt ook al aangegeven, als je bij je bevalling begint, om zo rustig mogelijk te zijn en zo weinig mogelijk stress, zodat die oxytocine zo optimaal aangemaakt kan worden. En eigenlijk is het hetzelfde met je menstruatiecyclus. Stress heeft gewoon een hele negatieve invloed op jouw hormonale stelsel. En dat zullen we ook later nog even in de laatste webinar over stress, gaan we het daar nog ook even wat verder en dieper over hebben en op in. Nou, hoe werkt het hormonale systeem op het gebied van geslachtsklieren? Dat heet het HPG-systeem. Je hebt allerlei assen. De HPA-as is de adrenaline, dus de cortisol-as. Dan heb je de HPT-as, dat is voor de thyroid, dus de schildklier. En de HPG is de geslachtshormonen. De hypothalamus die stuurt weer NRH, waar we het net al over hadden, naar de hypofyse. En de hypofyse maakt dan de FSH en de LH aan. Om vervolgens je hormonale systeem, de menstruatiecyclus, te laten starten. En dan gaat het weer naar het feedback, naar de hypothalamus en naar de hypofyse. Er is voldoende LH of FSH aangemaakt, dus stop er maar mee. Dat komt weer dan in een volgende fase.
Die HPG-systeem, dat stuurt de eierstok aan, maar ook de zaadballen. Dus bij de mannen werkt het hetzelfde. Dus bij de mannen wordt ook LH en FSH aangemaakt. Alleen zullen daar zaadcellen aangemaakt worden of testosteron, waar de beide mannen nodig is. Dus het werkt eigenlijk in hetzelfde hormonale systeem. Alleen wordt er geen progesteron of oestrogeen aangemaakt, maar testosteron en de zaadcellen. En het werkt ook hetzelfde, zeg maar, met het feedback systeem, zoals je dan ook hier ziet. Nou, hier een plaatje van de mannen en van een vrouw, hoe dat werkt bij de geslachtshormonen en de productie daarvan. En je ziet bij de man, zie je echt die testosteron rond de 20 jaar pieken. Ja, dus het begint bij 0 jaar, dat is dan een klein beetje. Maar vervolgens bij een 20 jaar, 25 jaar zie je die piek in de testosteron en daarna gaat die naar beneden. En dan zie je dus ook dat bij mannen rond de 40 tot 60 dat langzamer naar beneden gaat dan bij de vrouwen met hun oestrogeen. Die zie je echt meteen hop, naar beneden gaan, waardoor dus wij vrouwen wat meer last hebben van onze hormonale stelsel. Terwijl de mannen daar wat geleidelijker, hè. Ze pieken wel op die 20 tot 25 jaar en daarna gaat het geleidelijk aan naar beneden, totdat bij ongeveer 80 jaar de testosteron erg laag is, nog maar 40% in plaats van 100%. En bij de vrouw zie je dus die piek tussen ongeveer 30 jaar zie je dus op 100% die oestrogeen heel hoog. En bij die 40 daalt die enorm en zo snel dat wij gewoon wat meer last hebben van allerlei overgangsklachten. En dat is wel interessant om daar ook eens straks op in te zoomen. En wat ik ook al aangaf, hè, dus die in de testicles wordt dan vervolgens testosteron aangemaakt en de zaadcellen. En de eierstokken en de bijnieren die zorgen voor progesteron. Dus de aanmaak progesteron wordt in de eierstokken en de bijnieren gemaakt. Ook wel in de placenta als je zwanger bent. Aanmaak oestrogeen in de eierstokken en ook wel in de bijnieren, maar wat minder. En ook in de vetcellen voor de oestrogeen en de aanmaak testosteron dan in de testicles. Wat ik ook al aangaf, de HPA en de HPT-as, dus de adrenaline-as en de thyroid schildklier-as, gaan eigenlijk altijd voor het geslachtshormonen. Dus als je veel stress hebt, omdat je een overlevingsmechanisme hebt, gaat altijd stress en het overlevingsmechanisme voor alle andere hormonale veranderingen. Nou, mocht je stress wel goed levelen, dan is het daarna altijd de schildklier die voorgaat, mocht daar dus heel veel energie naartoe gaan. Dus het is ook goed om te weten dat heel veel vrouwen dus last hebben van hun geslachtshormonen en hun menstruatiecyclus, omdat mogelijk de oorzaak ligt bij de andere twee assen. Hoe werkt de menstruatiecyclus als jij nog niet in de overgang bent? Dan maken we dus in het begin gaat de LH, de luteïnerend hormoon, wordt aangemaakt door de hypofyse. Die gaat richting de eierstokken en de eierstokken gaat langzaam een follikel rijpen. Dan zie je dat de progesteron daar nog erg laag is. Maar je eierstokken die gaan wel langzaam je oestrogeen aanmaken. Dat is dat, zoals je ziet, de lijn, een beetje groen-blauwe lijn. Dan zie je dus wat meer omhoog gaan. Je progesteron die blijft nog wat aan de lage kant. En je ziet ook dat de LH daarin gaat, ook iets omhoog gaat. Dan vervolgens op dag 14 zie je die ovulatie. De LH piekt, de FSH piekt, dus ze pieken allebei. Dat wordt ook weer aangestuurd vanuit de hypofyse, vanuit je hersenen. En dan volgt een eisprong. Dat wordt samen gedaan met je oestrogeen. Dus je ziet LH pieken, dat is de gele lijn. De FSH, omdat ze natuurlijk die follikel stimulerend wil rijpen. Dat is de groene lijn. En je oestrogeen die dus nodig is om te zorgen voor die eisprong. De onderste, de baarmoeder, die zie je ook na de eisprong wat dikker worden, want de baarmoederslijmvlies wordt dikker, want ze wil natuurlijk dat dat eitje gaat innestelen. Dan zie je na die ovulatie, zie je dus ook de progesteron omhoog gaan. Dus dan pas komt progesteron om de hoek kijken, die ook weer wordt aangemaakt door het gele lichaam. Dus niet door de eierstokken, maar door het gele lichaam.
Het gele lichaam is, ja, je moet het zien, je hebt dan die eierstok. Daar wordt op een gegeven moment het eitje vrijgemaakt, in die eileider. En dat eitje zit eerst nog in een soort van gekapseld in een, ja, het gele lichaam, oftewel een zakje eromheen. En dat heet, de gaafse follikel zit daar dan in. Het gele lichaam die gaat progesteron aanmaken. En vervolgens wordt er gekeken, wordt het eitje bevrucht. Dan wordt dit eitje ingenesteld en het gele lichaam die gaat weg. Uiteindelijk, als het niet in nesting is, dan wordt de afbraak van het gele lichaam, maar ook van het eitje gemaakt. En dan heb je je maandelijkse bloeding op dat moment op de laatste fase. En je ziet dan dus ook wel weer dat als het dus niet bevrucht wordt, het eitje, dat je progesteron enorm naar beneden gaat, dat je oestrogeen naar beneden gaat en je LH en FSH is ook ontzettend laag. Dat zie je op dat kruispunt bij eigenlijk de 28 dagen. Die week ervoor, als je dus al begint te dalen, met name je progesteron, en dus op het moment dat jij ongesteld bent, dan omdat oestrogeen, waar we het eerder ook al hadden, ook gaat over jouw gemoedstoestand, kan het dus zijn dat je je niet helemaal lekker voelt. Hey, je kan je wat zieker, wat grieperiger voelen. Je hebt juist zin in wat meer suikers, omdat je wat vermoeider bent. En daarom hebben dus heel veel dames juist op dat moment, als die hormonen allemaal naar beneden toe gaan, last van klachten. De ene meer dan de ander. Daar ga ik ook in deze webinar even over hebben, van waarom dus de ene meer klachten heeft dan de ander. Maar dit is in ieder geval wel een normale manier van je menstruatiecyclus. En je kan daar gewoon inderdaad wel echt last van hebben. En zin hebben in lekkere dingen. Wat betreft het sporten, daar krijg ik ook wel veel vragen over. Van, hè, wat is nou een goed moment en wat is nou een goed moment om echt gewoon hard te gaan en lekker veel krachttraining. En wanneer is het moment om wat liever voor jezelf te zijn? Nou, dat geeft misschien al wat beeld. Die laatste week, wees gewoon lief voor jezelf. Als jij gewoon je niet lekker voelt, doe aan yoga of pilates, doe wat rustiger of ga lekker wandelen. Maar ga geen harde en heftige trainingen doen. Krachttraining of hardlopen, want ja, daar op dat moment, ja, heeft jouw lichaam daar niet zo heel veel behoefte aan. Die wil gewoon in de watten gelegd worden met een dekentje en misschien even wandelen, maar in ieder geval rustig gaan. Die eerste week juist, tenzij je echt wel last hebt van veel buikpijn, maar die eerste week is het goed om bijvoorbeeld krachttraining te gaan doen. Nog niet zo echt hardlopen, want ja, je verliest ook wel bloed. Dat is niet zo prettig misschien met hardlopen, maar een goede workout en krachttraining die eerste dagen is fijn, want jouw hormonen, jouw vrouwelijke hormonen zijn redelijk laag, dus je maakt daar gewoon iets meer mannelijke hormonen aan in de eerste week, omdat ze er niet zijn. En juist die krachttraining geeft dan in de eerste week van je menstruatiecyclus een goede boost. In de tweede helft, dus na week 1, als je hormonen iets meer gaan omhoog gaan, dan is een goede full body workout of hardlopen een goede. Tot aan ongeveer week 21, want dan zie je dus ook weer echt dalen. En dan zie je dus ook je progesteron weer dalen. En dus in die laatste week wil je dan weer lief voor jezelf zijn. Dus de eerste week, lekker krachttraining. Tweede week en een beetje van de derde week, een goede hardloopworkout, wat cardio en dergelijke. En die laatste week weer rustiger aan en zorgen voor een beetje yoga pilates. Dat is een hele fijne manier om ook daar je sportroutine op te bouwen. En hetzelfde is ook met het eten. Wat krachtvoer, wat meer rauw vlees in die eerste week, wat mannen dan ook wel vaak hebben in hun testosteronfase, hebben wij vrouwen daar ook iets meer behoefte aan. Ook je ijzer, want die is dan redelijk lager met je bloed, dus juist rauw vlees of vlees werkt goed om je ijzer te verhogen. En die tweede en derde week, goed voor jezelf zorgen in veel groenten, 400 gram groenten, fruit, eiwitten. En in die laatste week mag je echt wel wat liever voor jezelf zijn. Dus als daar een keer een koekje of een snoepje tussen zit, is dat geen probleem. Zeg niet dat je een hele reep chocola moet gaan eten van de Tony Chocolonies of andere repen. Maar gewoon iets rustiger aan en wat meer toegeven aan dat zoete is niet heel erg, erg. Soms pak ik ook gewoon even de siroop van de kinderen, waar in principe 0% suiker toegevoegd staat. Maar wel een beetje die zoete smaak geeft. Of ik pak net even iets meer fruit, wat een zoete smaak heeft. Dat zoetere fruit wat ik eet. Het is eigenlijk maximaal 2 soorten per dag. Of 2 stuks fruit per dag. Maar als je die laatste week iets meer neemt, is dat ook
Geen probleem. En ook warmte in die laatste weken. Soepje met veel groenten werkt vaak fijn om je lichaam goed alles te laten afbreken. En het zout een beetje toe te voegen aan je lichaam. Dus dat is de menstruatiecyclus. Dan zie je de hormoon en leeftijd. We hadden net al even over de oestrogeen bij mannen en bij vrouwen. En met deze heeft eigenlijk alle hormonen die op leeftijd staat. Zo zie je dat de melatonine, met name in de eerste jaren, hè, waar de kinderen, de baby's dus ook echt wel 16 uur per dag slapen, zie je enorm hoog. Dat is die zwarte lijn, die zit bijna op 100% bij tussen de 8 en 10 jaar. Dus die melatonine wordt enorm aangemaakt. Zorgt dan ook voor dat je kind dan goed slaapt en op tijd naar bed gaat. De kinderen van die leeftijd tussen 8 en 10 jaar hebben ongeveer 10 uur slaap nodig. Probeer daar een beetje rekening mee te houden voor je kinderen. En dan zie je dat jezelf, hè, als je een beetje tussen de 30 en 40 jaar zit, dat dat dus al minder dan 50% wordt aangemaakt. En dat gaat al heel snel naar beneden. Dat als je 50 jaar bent, zit je al onder de 25%. En een beetje dan zwakt het wat af. En je ziet echt die piek na 15 jaar enorm naar beneden gaan. Waardoor je bij 15 jaar zit je nog ongeveer op 90% melatonine aanmaak. En vervolgens ga je richting de even kijken, 25 jaar. En dan heb je nog maar 50% waar je melatonine aanmaakt. Dus dat je lichter gaat slapen naarmate je ouder wordt, mogen dat duidelijk zijn. Want dat zie je ook hier ook echt in terug. Dat kan je natuurlijk wat verbeteren, waar we het eerder ook over hadden, door naar buiten toe te gaan in de ochtend tussen 9 en 11. En 's avonds dus ook je schermpjes weglaten, een boek lezen en te zorgen of een warm bad, zodat je melatonine wordt aangemaakt, je licht ook te dimmen. Alleen het is wel gewoon lastig, want je ziet ook echt dat die melatonine enorm gaat dalen naarmate je ouder wordt. En bij 70 jaar ongeveer op, wat zou het zijn, 20%, dan nog niet, denk ik, 15% zit. Dan heb je een groeihormoon. Je ziet ook daar dat in de eerste jaren groeihormoon enorm belangrijk is om te kunnen groeien. En dat is een beetje piek bij 15 jaar. Dan zit je natuurlijk ook wel een beetje met mannen en vrouwen. De jongens die gaan iets later groeien dan de meiden. Dus daar zie je dan ook wel wat verschil in. Maar na die 15 jaar ben je toch echt wel redelijk uitgegroeid. En dan zie je ook daarin, net zoals bij de melatonine, een enorme daling in het groeihormoon gaan. Nou, groeihormoon is enerzijds dus echt noodzakelijk om groter te worden. Aan de andere kant is groeihormoon ook heel erg belangrijk voor je botten en je spiergestel. Dus juist bewegen en sporten om die groeihormonen te blijven aanmaken. Alleen dan voor je lichaam is heel erg belangrijk om dat wel in te houden. Dus eiwitten, sporten om die botten sterk te houden. Nou, DHEA wil ik even overslaan nu, maar wel de testosteron en de oestrogeen waar we het al eerder over hadden. Die zie je dus ook, hè, waar we het in dat andere plaatje ook hadden, is dat de testosteron die gaat langzaamaan naar beneden. Het blijft nog redelijk hoog, hè? Dus als je kijkt, als je 90 jaar bent, zit je nog steeds wel een beetje op de 20% je testosteron, voor de mannen in ieder geval. Maar bij vrouwen zie je toch echt wel bij 55 jaar dat die nog maar 5% is en bij 70 jaar ongeveer tot nul. Dus dat is wel iets waar je even rekening mee moet houden, dat de vrouwen dus daar wel echt wel meer last van hebben. Nou, dan wil ik wel PCOS eventjes behandelen. Steeds meer vrouwen krijgen daar last van. Wat is het precies? PCOS is symptomen daarvan is geen of minder vaak een eisprong en minder dan 8 menstruatiecycli per jaar. Veel vrouwen hebben het niet in de gaten, vooral meiden niet, want die slikken de pil en die komen er pas achter als ze zwanger willen worden, want dan stop je met de pil, dat die menstruatiecyclus uitblijft. Of dat dat langer duurt, hè? Dat je denkt van nou, ik had eerst een menstruatiecyclus van 30 dagen of 28 dagen en op een gegeven moment wordt het maar 50 dagen bij die dames. Sommigen weten het al. Je hebt dan twee verschillende. Nee, ik moet even beginnen met van wat is het dan inderdaad precies? Dan begin ik daarna van wat voor types er zijn. Wat gebeurt er nou? Die eisprong die komt er niet, maar het is wel een eitje wat rijp wordt in de eierstok.
Dat zie je dus ook op het plaatje. Dan zie je dus dat een links en rechts. Dus links is de normale schoon van zaken. En rechts is dus iemand met PCOS. Die heeft dan een eitje. Dat eitje wordt wel groter. Alleen er komt geen eisprong. Dus die blijft in de eierstok zitten. Vervolgens, na misschien 3 maanden of 2 maanden, komt er wel weer een eitje. Die wordt ook wel groter. Maar er komt nooit meer een eisprong. Dus die blijft dan ook zitten. Dus dan zie je, als dames last hebben van PCOS, dan kunnen ze een echo laten maken bij de gynaecoloog. En dan ziet de gynaecoloog eigenlijk een rij van eitjes in de eierstok die nooit in de eileider zijn gekomen. Dus er is nooit een eisprong geweest. En dan is dat al een teken van je hebt PCOS. En dus natuurlijk die met alle andere symptomen. Dus geen of minder vaak een eisprong. En minder dan 8 menstruatiecycli per jaar zijn al wel tekenen voor om aan de bel te trekken bij de gynaecoloog. En vervolgens, als de gynaecoloog dan een echo maakt en ziet een rij aan follikels zitten, maar die zijn nooit gerijpt, dan is dat eigenlijk wel redelijk duidelijk. En dan zie je aan de linkerkant zie je wat het normale systeem werkt. Dus het eitje komt in de eierstok vrij en het wordt uiteindelijk groot. En dan gaat dan die graafse helft, het gele lichaam wat je ziet, gaat er dan omheen en uiteindelijk wordt dan de ovulatie, komt er dan waardoor die in de eileider terecht komt, richting de baarmoeder gaat. Dus dat is wel iets voor vrouwen die zwanger willen worden. En het komt steeds meer voor, omdat je hebt dan twee verschillende, waar ik het nu over wil hebben, twee verschillende dames die PCOS hebben. Eentje die heeft gewoon een normaal gewicht en PCOS, maar de andere die heeft iets meer androgene. Ja, dus meer testosteron eigenlijk in het lichaam. En die weten het vaak al wel eerder. Die hebben wat overgewicht, meer testosteron. Dus die krijgen wat haren op de kin. Kunnen wat meer last hebben van acne. En dan is er eigenlijk verstoring tussen progesteron wat aangemaakt wordt en testosteron wat aangemaakt wordt in het lichaam. Waardoor deze vrouwen wat sneller weten dat ze hier last van hebben. En die andere groep, die wel een normaal lichaamsbouw heeft, is de relatie tussen insulineresistentie. Dus die hebben vaak last. Ja, ze zijn nu bezig nog met de onderzoeken wat precies de oorzaak is. Maar ze zien een relatie tussen heel veel suikers eten. Dus die insulineresistentie waar we vorige webinar over hebben gehad. En dus ook PCOS. Net zoals daar toch in de hypofyse een verstoring gaat zitten tussen de aanmaak van progesteron. En dan gelijk ook invloed op die follikels. Dus dat zijn eigenlijk de twee groepen. En ja, heel vervelend. Want ook heel veel meiden die jong zijn en dus gewoon een normale lichaamsbouw hebben, maar veel suikers tot zich nemen en daardoor insulineresistent worden, hebben last hiervan. En je hoort het steeds meer. Vervelend. Het is echt een beetje een soort nieuwe westerse ziekte. Dus aanhalingstekens. Dus dat is het PCOS-deel. En dan heb je ook de PMS-klachten. Deze herkennen veel vrouwen ook, de premenstruale klachten. Depressieve gevoelens voordat ze ongesteld worden, een opgeblazen gevoel, krampen, pijnlijke borsten, hoofdpijn. En eigenlijk is de progesteron daar de boosdoener van. Hoe meer progesteron je in je lichaam hebt, hoe meer ook je last hebt van PMS-klachten. En suiker, vet, cafeïne, zout, stress verergeren de klachten. Dus ook weer in de wereld waar we nu leven, waar dit bijna normaal is, zou ik zeggen. Dat je veel suiker, vet, cafeïne, veel zout. Als je al vraagt aan iemand van, goh, hoe is je dag? Ja, ik heb druk. Dus je stress is ook gewoon hoog, verergeren de klachten. Nou, wat kan je eraan doen? Het is eigenlijk ook weer je leefstijl gezond, dus stress verminderen, gezond eten, slapen, bewegen en een aantal, wat ik hier ook heb neergezet, kamillethee, citrusvruchten, vitamine D, ijzer en magnesium. 450 gram groenten kunnen je helpen om in ieder geval je PMS klachten te verminderen. Waarbij stress eigenlijk wel op nummer 1 staat om die te verminderen. Dat je dat wel wat meer hebt. Ja, en de suikers moet ik ook zeggen. Dus hoeveel meer suikers, hoe meer je hier klachten krijgt. Hoe meer insulineresistentie en uiteindelijk je ook PCOS kan ontwikkelen. Of andere metabolisme verstoringen.
Nu we het eigenlijk hebben over gehad over PCOS, wat voor de jongere doelgroep heel erg belangrijk is en voor de dames die ook zwanger willen worden. En over de PMS-klachten, daar kom ik later ook nog heel even op terug, is natuurlijk de overgang ook heel erg belangrijk. Van wat gebeurt er nu, want daar kunnen heel veel vrouwen ook enorm last van hebben. De hormonale levensfase van dan op dat moment de vrouw begint al een beetje bij 40 jaar. Je ziet dan de premenopauze. Sommigen hebben daar al last van, die merken dat al een beetje. Sommigen eigenlijk niet. En komen er pas achter op bij een onregelmatige cyclus. Dus dat is echt om de 3 weken ongesteld of om de 2 weken. Of juist langer ertussen hebben zitten, dat ze denken, wat is er aan de hand? Nou, dat heet de perimenopauze, dat is de tussenperiode. En eigenlijk na 51 jaar is de postmenopauze, dat je op een gegeven moment gewoon echt niet meer, geen menstruatiecyclus meer hebt. En dan is het gewoon afgelopen. En juist in die premenopauze heb je nog niet zo last. Dan gaat het wel je hormonen wat meer naar beneden, maar valt het nog mee. Maar juist in die perimenopauze, die toch wel zo'n 4, 5 jaar kan duren, de helft. Ja, dat is heel erg wisselend. En dan zie je ook echt dat die hormonen wisselen. En daardoor dus ook jouw gesteldheid. Dus je opvliegers. Je zin hebben in zoet, depressieve gevoelens. Alles zit daar eigenlijk in die tussenperiode. En bij de een begint het al wat eerder, duurt het wat langer. Bij de andere die heeft er wat minder last van, dus dat voelt als een paar jaar. Ja, het is heel moeilijk om te zeggen van welke groep jij valt. Nou, de symptomen die je dan krijgt zijn depressieve gevoelens, slaapproblemen. Hè. We zagen al dat de melatonine naarmate je ouder wordt veel lager is. Maar dat is ook niet altijd het enige probleem. Vaak heb je ook wel opvliegers in de nacht. Omdat je oestrogeen nog steeds wel invloed hebben. En oestrogeen heeft natuurlijk invloed op je temperatuur, net zoals je schildklier. En dat werkt dan samen. Dus dan heb je in de nacht, breekt het zweetje uit. En dan kan je dan ook niet meer slapen, want je hebt een opvlieger. Nou, overdag heb je ook die opvliegers. Je kan je wat slechter concentreren. Dat heeft ook te maken dat je wat vermoeider bent en je slaapt wat slechter. Dus overdag gaat het natuurlijk ook niet helemaal lekker. En die opvliegers die je krijgt tijdens een vergadering waar je je ook wel moeilijker kan concentreren. Een drogere huid door de hormonale wisselingen. Vaginale problemen, want daar wordt ook wat droger. Droge ogen en migraine kan er ook een invloed van zijn. En de eerste tekenen die je wat krijgt is een onregelmatige menstruatiecyclus, waardoor je denkt, wacht eens even, er is iets aan de hand. Nou, wat gebeurt er dan precies? De progesteron en oestrogenen dalen. Hè, dat heeft een hele wisselende kwestie. Progesteron wordt in principe gemaakt in de geslachtshormonen en in de bijnieren. Eigenlijk alleen maar daar en in je placenta als je zwanger bent, maar ja, dat is dan niet meer echt aan de orde. En doordat progesteron daalt, gaat je oestrogeen dus wat meer omhoog. Want oestrogeen wordt ook gemaakt in vetcellen, wordt gemaakt in je slagsklieren, wordt gemaakt in je bijnieren. Waardoor je ziet dat de verhouding tussen progesteron en oestrogeen gaat wisselen. Die menstruatiecyclus wordt natuurlijk onregelmatiger, dus je oestrogenen blijven in je lichaam, kunnen wat lastiger afgevoerd worden. En daardoor krijg jij dus wat meer problemen met die overgang. En dus geen eisprong meer, dus geen progesteron wat er dan aangemaakt zou moeten worden. Dus dat wordt gewoon minder. Dus je krijgt een oestrogene dominantie waar ik het zo even over ga hebben. Oh, daar zijn we al, dus dat is mooi. Dan krijg je dus een oestrogene dominantie. Nou, wat is een oestrogene dominantie? Je hebt 3 verschillende oestrogenen, dus vrouwelijke hormonen. Je hebt oestradiol, dat is in de eierstokken en bijnieren die gemaakt worden. Oestradiol ook nog in de placenta. En oestron in vetweefsel.
Ook mannen trouwens, als die dus wat ouder worden en hun testosteron, hè, wat we zagen, die gaat naar beneden. Maar ze blijven wat vetter eten, of überhaupt wat meer eten dan dat ze verbranden. Dan krijgen zij ook wat meer oestrogeen, dus in het vetweefsel, en kunnen een vrouwelijkere lichaam krijgen. Nou, dat zie je ook bij vrouwen die overgewicht hebben. Die hebben wat meer oestrogeen in hun vetweefsel zitten. Dus die krijgen een vrouwelijkere lichaam. Maar omdat je tijdens de overgang die oestrogeendominantie, dat is dat eigenlijk je meer oestrogeen hebt en minder progesteron. Dus dat is niet meer in verhouding. En progesteron en oestrogeen, het zou het mooiste zijn als die wat meer in verhouding bij elkaar zijn. En zo gauw dat dus uit elkaar gaat lopen, omdat progesteron stopt in de geslachtshormonen en eigenlijk alleen nog maar in de bijnieren worden aangemaakt, heb je die oestrogeendominantie, en vooral als je ook wat overgewicht hebt. En dat kan je lichaam dan niet afvoeren, waardoor je wat meer last krijgt, dus ook van PMS-klachten, maar ook van overgangsklachten. Nou, wat zijn dan symptomen daarvan? Afwijkende uitstrijkjes, kiesten in borsten, kiesten in eierstokken, endometriose, heftige menstruaties en bloedverlies na de menopauze, hormonale migraine, lipodeem, pijnlijke borsten, PMS, dus de premenstruale klachten, polypen, vetopslag op de benen, vetverdeling meer op de benen en billen en vleesbomen. Dus dat zijn eigenlijk wel de symptomen en klachten die je kan krijgen bij oestrogeendominantie. Dat is ontzettend vervelend. Vandaar dat de dames die overgewicht hebben, wordt vaak geadviseerd om wat af te vallen, zodat je oestrogeen, wat ook dan een oestrogeen is, minder wordt, waardoor die oestrogeendominantie wat meer weggaat. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar je alcoholgebruik. Vooral als jij, als je gewoon wat meer drinkt, dan gaat jouw lever, die ervoor moet zorgen dat alles wat overblijft in je lichaam afgevoerd wordt, die gaat als eerste alle giftige stoffen weghalen. Dus heb je wat alcohol gedronken, dan zorgt hij eerst dat de toxines daarvan je lichaam uit zijn. En daarna gaat hij pas eens kijken van, oh, we hebben ook nog de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam, dat moet ook afgevoerd worden. En ja, je ziet dat, volgens mij zijn er geen onderzoeken naar, maar je ziet wel vaak dat vrouwen die op een gegeven moment in die menopauze terechtkomen, wat meer gaan drinken. Ook omdat je gewoon wat minder goed voelt. Hè? Ik bedoel, dan ga je niet voor de gezonde dingen kiezen. Lastiger. En omdat je gewoon die wisseling hebt van die hormonen en die depressieve gevoelens. Kies je daar ook meer voor of wat meer suiker? En ja, en dan die suiker zorgt weer voor vetopslag, dus oestrogeen of oestrogeen. En dan het alcohol zorgt er dan weer voor van dat je lever eerst dat gaat verwerken. Dus als je dat een beetje merkt, werkt een gezonde leefstijl hierin ook wel weer goed. Blijf ook veel bewegen, omdat je dan veel afvalstoffen weghaalt. Je botten blijven sterker. Die suikers die worden gebruikt voor je spieren en niet voor vetopslag. Hier ook weer bij beperk stress, dat is en bij de overgang zo, en bij PMS-klachten en een oestrogeendominantie. Stress zet nu eenmaal, wat ik net ook aangaf, maar we gaan in de laatste webinar gaan we het daar ook over hebben. Stress zorgt gewoon voor dat alle andere assen minder goed gaan werken, dus ook je hormonale geslachtsklieren as. Omdat die gewoon cortisol gaat aanmaken, want die wil overleven. Dus die is alleen maar bezig met, ik moet kunnen overleven. Dus probeer stress zoveel mogelijk te beperken. Eet zo min mogelijk geraffineerde suikers en vetten als jij gewoon last krijgt van oestrogeendominantie, van PMS-klachten, van de overgang. Zorg voor een stabiele bloedsuiker. Dus dat is niet zo dat je 's ochtends begint met een ontbijtkoek met veel suiker, vervolgens banaan gaat eten, 's middags boterhammen met ook weer suiker, 's middags weer fruit en dan 's avonds je avondeten en dan daarna nog wat chocola. Probeer echt te kijken van dat je bijvoorbeeld begint met kwark en granola en een beetje fruit erin. Vervolgens een handje ongebrande noten, boterhammen met wat kaas, kipfilet of hummus als je geen vlees eet. Dan tussen de middag rond een uurtje of 3-4 wat rauwkost met inderdaad een stukje fruit. En dan 's avonds gewoon je avondeten. En dan eigenlijk het stukje suiker daarna nog laat zitten.
Of misschien een pure chocola is op zich ook nog wel oké. Okay. En als je echt last krijgt van deze klachten, 500 gram groenten. Het voedingscentrum zegt 250. Dat is als je, laat ik zo zeggen, vroeger was het 150 gram groenten. Omdat de grond voldoende mineralen bevatte om de groenten zoveel vitamines te geven. Maar eigenlijk doordat we wat minder goed voor onze grond en onze aarde zorgen, zijn er minder mineralen in de grond te vinden. Waardoor de groentes ook minder vitamines bevatten. De voedingscentrum kan niet in één keer van 150 naar 500 gram groente gaan. Dus probeer ze eerst 250 gram groente. Maar het zou me niks verbazen als we volgend jaar of het jaar erop toch te horen krijgen dat we 350 gram groente moeten eten. En dat wordt dan steeds meer. En probeer nu al te kijken van hoe kan ik aan die 500 gram groente komen als ik 250 gram groente 's avonds eet. Misschien kan ik dan inderdaad rond een uurtje of 3, 4 al wat tomaat, komkommer, wat rauwkost gaan eten. Een salade in de middag of als je een boterham eet, dan eet er wat rauwkost bij. Doe komkommer op je kipfilet, tomaat op je kaas. Noem het maar op om zoveel mogelijk groente ook binnen te krijgen. Oh, en begin een keer een dag met een groene smoothie. Zodat je die 500 gram groente ook houdt. En kijk dan ook eens wat het met je lichaam doet als je dat doet. Of je echt wel merkt dat jouw geslachtshormonen wat beter gaan werken. Dus je minder last hebt van PMS, minder last hebt van de overgang. Nou, mocht je hier nog vragen over hebben, laat het maar alsjeblieft even weten. En dan gaan we kijken naar deze veranderingen en kijken of het werkt. En dan hebben we het de laatste webinar over cortisol. Nou, bedankt weer voor het luisteren en het kijken. Ik ga hem weer eventjes afsluiten. Klik om af te sluiten. Ja, dat doe ik, maar hij wil niet. Ja, hij is afgesloten. En dan hoop ik jullie eigenlijk volgende week allemaal te zien voor de laatste webinar. Nog even succes deze week en tot snel. Doeg!